Bijna 4 jaar nadat de eerste vouwbare smartphones op de markt verschenen, komt Google nu ook met een foldable, de Pixel Fold. Daarmee zijn ze redelijk laat. Grote bedrijven als Samsung, Huawei, Xiaomi, Oppo en Vivo hebben de afgelopen jaren allemaal één of meerdere vouwbare telefoons uitgebracht. Samsung werkt zelfs al aan zijn 5e generatie. Loopt Google nu 4 jaar achter? Of hebben ze goed naar de concurrentie gekeken en komen ze met een telefoon die zich echt kan onderscheiden? Wij waren bij de onthulling op Google I.O. om daar het antwoord op te vinden. Laten we beginnen met de twee olifanten in de kamer. De prijs en de verkrijgbaarheid. De Pixel Fold komt helaas niet naar de Benelux, maar je zou hem redelijk eenvoudig uit Duitsland of Frankrijk kunnen halen. Daar mag je dan wel maar liefst €1.899 voor aftikken. Dat is €100 meer dan de Fold 4 van Samsung toen die uitkwam. En die is inmiddels een stuk goedkoper. Dus de vraag is of de Pixel Fold genoeg dingen beter doet dan de rest om dat te rechtvaardigen. Google doet in ieder geval een paar dingen anders. Te beginnen bij de beeldverhouding. Het binnenste scherm is 7,6 inch. Dat is hetzelfde als bij de Galaxy Fold, maar Google kiest voor een andere beeldverhouding, namelijk 6 staat op 5. En dat is een stuk vierkanter dan Samsung's foldable en het lijkt wat meer op de Find N2 van Oppo. De Pixel Fold is qua verhoudingen eigenlijk een Galaxy Fold, maar dan een kwartslag gedraaid. En ook als je hem dichtklapt valt op dat de Pixel Fold een stuk vierkanter is dan andere foldables. Dat heeft voor- en nadelen. Aan de ene kant is hij niet zo hoog en kun je met één hand dus wat makkelijker boven in het 5,8 inch scherm komen. Maar tegelijkertijd is hij erg breed, dus dat is met één hand dan weer wat lastiger. Die extra breedte zorgt er bijvoorbeeld wel voor dat typen een stuk makkelijker gaat dan op een Galaxy Fold. We moeten natuurlijk nog veel meer tijd met de Pixel Fold doorbrengen, maar op eerste indruk vinden we deze beeldverhouding fijner werken dan het smalle ontwerp van Samsung. Foldables draaien voor een groot deel natuurlijk om het scharnier. Dat moet stevig zijn, maar het mag het scherm ook niet te agressief buigen om een dikke fout te voorkomen. Google claimt dat het scherm van de Fold het meest duurzame scharnier op een foldable ooit heeft. Maar ze zeggen niet echt duidelijk waar ze het op baseren. Het scharnier voelt in ieder geval erg stevig en het kan ook traploos versteld worden. Wie had gehoopt dat het scharnier van Google voor een minder duidelijke vouw zou zorgen, die moeten we toch echt teleurstellen. Net als bij andere foldables zie je ook bij de Pixel Fold duidelijk een lijn lopen. En je voelt hem ook. Hij is niet constant zichtbaar, het ligt vooral aan de hoek en het omgevingslicht. Maar Google doet dit helaas niet veel beter dan de concurrentie. Verder valt op dat de Pixel Fold relatief dun is. Dichtgeklapt is hij maar 12 mm. En omdat hij in tegenstelling tot de Fold 4 van Samsung geen kier heeft als je hem dichtklapt, voelt hij behoorlijk compact aan. Hij is dikker dan een normale telefoon, maar het verschil is niet overdreven groot. Hoewel Google dus redelijk laat is met deze eerste foldable, lijken ze qua bouwkwaliteit en afmeting en ontwerp van het scharnier wel meteen de juiste keuzes te maken en ze doen zeker niet onder voor de concurrentie. De rest van de hardware, die is wat minder spannend. Beide schermen zijn OLED en hebben een refresh rate van 120 Hz. En minder hadden we in deze prijsklasse ook eigenlijk niet verwacht. Binnenin zit een Tensor G2 chip, 12 GB RAM en 256 of 512 GB aan opslag. Je krijgt standaard dus iets meer opslag, maar verder is dit dezelfde hardware als in de Pixel 7 Pro. En die kost €769. Of zelf iets mindere hardware, want de accu in de Pixel Fold is kleiner dan in de Pixel 7 Pro. Terwijl het dus veel meer schermoppervlak is. Dat belooft niet veel goeds voor de accuduur. Aan de ene kant is het een beetje gek dat je dezelfde hardware krijgt als bij een telefoon die de helft kost. Aan de andere kant is dit het snelste dat Google op dit moment op de plank heeft liggen. Tijdens onze hands-on voelde de Pixel Fold gelukkig lekker vlot, mede dankzij die 120 Hz schermen. We hadden helaas niet de tijd om de camera's uitgebreid te testen, maar de Fold heeft kleinere camerasensors dan de Pixel 7 Pro, dus we verwachten hier geen betere resultaten. De Pixel Fold lijkt geen last te hebben van de kinderziektes waar concurrenten nog wel mee te maken hadden. Onze eerste indruk is dat hij stevig in elkaar zit
en dat Google goede keuzes heeft gemaakt op het vlak van afmetingen en beeldverhoudingen. We moeten meer tijd met de Fold doorbrengen om iets over de software te zeggen, maar ook daar lijkt Google zijn zaakjes goed op orde te hebben. Daarmee lijkt de Pixel Fold een heel degelijke eerste foldable te worden. Maar met zijn hoge prijs en niks wat hem echt sterk onderscheidt van wat er al op de markt is, hoeft de concurrentie zich waarschijnlijk nog niet enorm veel zorgen te maken. Wil je weten wat Google nog meer aankondigde tijdens I.O.? Check dan onze Tweakers Update video.